Hallo beste kijkers, jullie zijn weer aanbeland bij een nieuwe vlog. Good morning. Buona dia. En daar is Pedro, onze buurman. Ja. Oh, Pedro. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Okay. Hola, bueno. Are you okay? Sí, muy bien. Yo soy okay. Gracias. Perfecto. ¿Y tú? Bien, también. Bien, también. Ah, una bicicleta. No, t-shirt. Ah, bicicleta. Este, my son. Oh, yeah. Es a doctor. Ah, sí. Esto es. Ah, sí. Oh. El doctor de bicicleta. Sí. De Valle Brom. Sí. Hicieron esto. Sí. Para coger el dinero para viaje. Sí. Muy bien. Medicina. Esto es medicina. Ja, yeah, van 88 tot 94. De la Valle de Brom, un hospital hospital de Barcelona. Es donde él hizo. Y ahora está en el hospital clínico. Ah, sí. Que es el hospital central de Barcelona. Ja, daar werkt hij in Barcelona. Jefe de patología y ahora ya. En de afdeling patologie. Pero bueno, muy bien. Muy bien. Y a mí, aunque estoy así también. Me están tratando de un cáncer de próstata. Ah, cáncer de próstata. Oh, sí. Voor prostaatkankeronderzoek. Ah, pues ya. Estoy bien. Sí. De momento estoy bien. Oh, hij is goed nu. Me alegro mucho de veros, Sí. Sí. Venga. Gracias, Pedro. Goed, dat was goed. Een woordje Spaans. Ja. Welke vlog was het ook alweer? 97. Ja, we gaan in deze vlog. Hebben we van alles beleefd. Ik heb nog iets uit de dakgoot gehaald. Ik ben met de fietsjes bezig geweest. We kregen nog vragen van een van onze kijkers. Die iets niet helemaal snapte. Dat hebben we ook even uitgelegd. Enfin, genoeg om even te vermaken. En genoeg om eventjes de hele vlog tot het einde te zien. En veel plezier met deze vlog. Heet hij. Het is de broer van Paco. Oei, mucho. Kijk eens, dan stoppen ze daar. Hier, dan gaan ze daar weer terug. Kijk eens. Oh, hoe die ruiken. Kijk eens, hoe mooi dit. Wacht, ik ga hier even staan hoor. Ze ruiken wel, ze hebben geen deodorant. Nee, zo. Lukt hier blijven? Dit is toch gaaf, hè? In onze Ramla. Ze worden teruggefloten. Mooi. Nou, dat gaat snel. Ik heb een vlees in de handen, want... Ja, zie je die? Ja. Ze zijn daar een geit aan het slachten. Ja, ze hebben hem opgehangen. Je ziet die ene poot net om het hoekje. Oh ja, daar, om het hoekje is het een poot. Ja. Oh, wacht. Daar hangt een poot van een geit. Ja. Ik zag vanmorgen die Paco al met een geit bezig. Oh. Misschien heeft hij er eentje uitgezocht voor ze. Ja. Ja. Daar wordt gewoon even een geit geslacht. Ja. Kijk, er komt nog iemand aan. Oh, dat is de
kippenboer is dat. Die loopt ook met emmertjes voer en sla en dat soort dingen. En die gaat even naar zijn eigen kippenhokkie. En dat was vroeger gewoon een elektriciteitshuisje. Er wordt niet meer gebruikt en hij heeft dat gewoon, ja, misschien geconverseerd of gekocht of wat ook. En daar zijn de mannen weer. Wijs, hè? Oké. Okay. Dan gaat hij met een of andere afval misschien of zo. Loopt in een zakje, loopt hij. Ik kan niet goed zien wat hij aan het doen is. Even dichterbij. Hij hangt iets op. Het zal een hoop vliegen geven, Leo. Was het. Ja, die zullen wel last hebben van de vliegen. Misschien tappen ze ook bloed af, weet jij veel? Oh, dat zou heel goed kunnen. Er zit toch een hoop. Ja, dan moeten ze eerst doen, maar hij zit daar met een zak bij die. De moslims die snijden altijd eerst de keel door en dan tappen ze het bloed af, hè? Ja. Dat is het eerste wat ze doen. Laat hem leeglopen. Oh, nou tillen ze hem op. Oh, joh. Ja. Jezus, hou hem hoog. Ja. Kijk. Ja. Haalt ze vlas. In de auto, denk ik. Ja. In de kofferbak. Water zuipen. Telefoontje erbij. Wat, een pootje erbij? Nee, telefoontje, de pootje erbij. De criminele activiteiten. Ze verdwenen achter een muurtje. En ze kwamen nooit meer terug. Er werd toch lang naar ze gezocht. Uiteindelijk vielen zij in de handen van de prostitutie. Ja. Ja, we hebben hem. We hebben hem. Oké. Even alle zooi opruimen. Nou. Wat is dat? Nou, mijn vork viel op de schoot. En wat gaan we eten vandaag? Mag ik raden? Andijvie-stampot met spekjes en een gehaktbal. Bijna. Oké. Stampot snijbiet met spekjes en een gehaktbal. Nou ja. Hoe ver zat ik er vanaf? Niet ver. Je mag even proeven. En als ik neerval? Ja, dan werkt dan was het niet goed. Meer. Nee. Mmm.
echt wel lastig. En een balletje? De batterij is bijna op, dus ik moet hem zo weer eventjes laden. Balletje, balletje. Dan valt het beeld uit en dan val jij ook neer, nee. Lekker? Toppie. Lekker hier. Lekker met ruim 30 graden, hè? Lekker stampotje eten op het terras. Heerlijk. Blijft lekker. Goed zo. Fijn te horen. Hallo, het is vandaag zondag, de 10e juli. Het is zondag. En we zitten in de schaduw al de hele dag, hoor, want het is behoorlijk warm. Maar ik ben al een beetje begonnen met mijn deurtjes. Even kijken. Even zien. Dan zie je gewoon één donker vlak, maar dat valt wel mee. Kijk. Afgeplakt. Andere kant ook. En nu ga ik heel voorzichtig de randjes ga ik verven. Kijk hier. Dan gaat hij nou niet dicht. Dat is nog wel een trucje. En dat ga ik bij deze ook doen. Dus ik heb een mooie kleur verf wat ik ook in huis heb. Dus krijtverf. En ik ga even lekker een beetje therapeutisch bezig zijn. Ik heb twee toeschouwers. Eén dierlijke en één menselijke toeschouwer. Is heel kritisch, deze. Het is heel kritisch. Met dat potlood, dat is het niet kritisch. En je bent lekker aan het puzzelen en lekker muziek aan het luisteren. Dus wij vermaken ons wel. Ik denk dat er nog één zit, of niet? Heb je hem aangezet? Ja, met die. Ja, maar even indrukken. En dan zie je stippeltjes. Zie je geen stippeltjes? Ja, twee stippeltjes, twee streepjes, twee groene dingetjes hier. Okay, er zit nog stroom in. Er zit nog stroom in. En ik ben ondertussen weer aan het verven. En ik heb één deurtje, één raampje klaar en de andere. Die ga ik nu verven totdat ik geen zin meer heb. De raampjes zijn klaar. Kijk, is dat leuk. Wat een verschil, hè, van hoe het was en hoe het nu is. Dan komen deze komen glasstickers binnen. En dan ga ik die glaasjes een beetje, die raampjes een beetje versieren. We gaan nog eventjes geitjes kijken. Het zijn dezelfde geiten als gisteren in de Rambla. Die geit denkt dat die koe is. Okay. Leo heeft een schildpad gevonden. Daar zit hij. Oh, hier, ja. Ik zie hem ook. Hij is in mijn kopje. Leuk. Jezus. Leuk gaat weer met. Kijk, daar gaat hij. Ja, waar is hij nu? Ja. Onder dat. Kan je dat weghalen? Dat... Kijk, daar ja, gaat hij. Ik zag hem hieronder. Ja, hij is hier ergens. Ja, dat is ook een lekkere spul om. Jezus, leuk! Jongen, wat ben je ook een verpester, leuk! Nou. Zien we een leuke schildpad? Dan moet jij weer met je dikke neus. Ja, maar ze rouwst er gewoon overheen, ja, hè? Ja, joh. Nou, en dan zijn die schildpadden best wel sterk. Ja. Oh ja, hij zit hier. Hier zit hij. Al lang weg, hè, dat beestje. Ja. Maar wel leuk om hem 's avonds te zien. Nou, we hebben hem gezien. Moeten we maar denken. Ja, we hebben weer een schildpad gezien. En dat stroomt, dat water. Dat is gewoon geweldig.
Een waterval. Een beetje. Heel grappig. Echt heel grappig. Lekker of je in een spons staat. Even, dat is of je in een spons staat. Het geluid is ook wel heel leuk. Hier zit hier een. Hier zit hij. Hier, Lucky, hier blijf. Weg jij. Kijk. Hij gaat eronder. Wacht eens, doe nog eens. Waar zit hij? Hier achter. Oh ja, daar wacht. Ja, ja, ja. Nu pakken. Hij glipt. Hij glipt weg. Pak hem, op zijn rug. Yes. Zo. Weg is die. Ja, snel hè. Zo, zeker weten dat. Even relaxen nou. Hè? Het is inmiddels 18 over 10. En het is nog steeds warm. Hè? Je hoort in de verte hoor je de geiten nog. Ik heb net de maan gefotografeerd. Dat is echt zo geweldig. Ik zal eens kijken of ik hem voor jullie ook dichtbij kan halen. Met filmen krijg ik hem niet scherp, maar met fotograferen wel. Nou, genieten we eventjes van Julio. Zie je wat? Ja, ik dacht het, maar ik was niks. Goedemorgen. Maandagmorgen. Er wordt al volop gewerkt. Ik denk dat het nu zo'n 5, 26 graden is. Maar er moet gewerkt worden. En dat doen deze mannen ook. Ik ben met Lucky aan het lopen. En we gaan straks even lekker douchen en ontbijten. Daar zijn ze ook hard aan het werk. De vrachtwagen staat er al achter om alles mee te nemen. Ze zijn meloenen aan het oppikken. Losgesneden worden. Er wordt alweer hard gewerkt overal hoor. Hij is juist met de kraan bezig.
En grof vuil leg je gewoon of zet je gewoon bij de container neer. Want er is misschien altijd wel iemand die het kan gebruiken. En dan mag hij dat meenemen. Zoals het vroeger in Nederland ook was. En als het niet meegenomen wordt, dan neemt op een gegeven moment na een week of twee maximaal, neemt de vuilnisman het mee. Heb je iets wat kapot is, wat je niet weg wil brengen? Of heb je iets wat je niet meer wil, wat je... Kijk, dit huisje staat nog te koop, ziet er niet uit, hè? Maar dan breng je dat gewoon eventjes naar de container. Dit zijn wel afvalbakken. Afvalscheidingsbakken, moet ik zeggen. Dus er wordt wel een klein beetje afval apart gehouden. Maar verder voor de rest staan er overal maar enkele bakken in Los Lobos en in andere kleine plaatsjes in Spanje. Deze kroeg is dicht, de andere kroeg is open. En ondertussen hebben zich al heel wat mensen zich verzameld in hun eigen vakantiewoningje. Dus vanaf deze week wordt het ook wat drukker in Los Lobos. En dan gaan wij ons klaarmaken om naar Nederland te vertrekken. En Amalia komt daar even haar vuil weghalen. Hoi. Está lleno. En daar gaat ze weer. Mocht ze niet het vuil voor de weg gooien. Dat wil ze allemaal zelf doen. Ben ik weer in 33 graden. Ik heb net aloe vera bladeren heb ik schoongemaakt. En met een lepel heb ik de gel eruit geraspt. Gemixt met wat citroen en titri. Potjes gevuld. Ik ga daar nu dekseltjes op doen. En ik heb etiketjes. Ga ik schrijven. En dan even leuk gezellig maken. En dan is het weer klaar. En ze zijn allemaal klaar. Hartstikke goed tegen muggenbeten, wondjes, ontstekinkjes. En uiteraard jeuk. Het is verkoelend en het is genezend. Dus het is geen fabeltje. Aloe vera, citroen en wat titri. Ik neem wat mee naar Nederland. En ik neem dat mee als cadeautje. En ja, ik zeg het, op is op. Vanmiddag kwam de buurman, die het huisje naast ons onderhoudt en schoonhoudt. En die zei, je moet eens eventjes in je regenpijp kijken. Je moet er een gaasje voor doen. Want er zit wat in. En? Ja, een nestje. Geen eitjes. Oeh. Ik zie helemaal. Ook aan de boven. Oh! Zo hé. Ja, en als het gaat regenen, dan raak ik verstopt. Ja, dan heb je een probleem. Zo hé. Zijn ze aardig aan het werk geweest, hè? Zit er nog meer in? Kan je erbij? Ja, dat is ook een hartstikke mooi plekje. Oh, eitjes! Ja, sorry mus. Wat ik wel kan doen is ze aannemen en onderin de bloembak leggen. Hoeveel zitten er in? Twee? Drie. Oh jeetje. Wacht, ik pak ze wel even aan. Vier mussen eitjes. Ik heb ze maar even daarin gelegd. En ja, misschien vindt ze het misschien niet, maar ik hoop dat ze het een beetje in de gaten houdt, hè? Leo heeft daar een kippengaas gevonden om dat even af te dekken.
Die aap, joh, die wil alles zien. Nou, ik heb mijn laatste medicijnen gehaald. Dus we hebben allebei een fietsje gewassen. En Leo heeft het achterbandje binnenband vervangen, want dat kon niet meer gerepareerd worden. De kettingen zijn gesmeerd. En wat hebben we nog meer gedaan? Oh ja, de... Hoe heet het nou, joh? Ben je even kwijt? Het is dat. Oh, Luc weer erachteraan. In ieder geval, er waren wat dingetjes wat eventjes aandacht nodig hadden. En dat is even nagelopen en nu staan ze aan de lader. Hallo, het is vandaag woensdag 13 juli. Ik heb net de kastjes afgemaakt. Die ga ik jullie eventjes op de kastjes, de deurtjes afgemaakt. Dat ga ik jullie laten zien. Maar ik moet eventjes wat vertellen, want ik kreeg een vraag van Jacqueline van... Spreken jullie kinderen alleen Engels? Of hoe kan het dat ze Engels spreken? En spreken ze ook Nederlands? Nou, daar wil ik even wat over vertellen. Sarah en Paul, dat zijn onze Engelse kinderen, tussen aanhalingstekens. Toen wij hier pas woonden, kwam er een heel leuk stel aan. Wat woonde in het huis achter ons. En wij hadden daar een hele leuke band mee. Hele lieve mensen, heb je gezien. En toen vroegen zij een keer, willen jullie onze Spaanse ouders zijn? En wij hebben daar volmondig op ja geantwoord. Zij hebben ouders, allebei. En ook haar, of hun ouders hebben wij leren kennen. Hele lieve mensen. Zij komen dus uit de omgeving van Kent. En voor de ouders van Paul en Sarah is het natuurlijk best wel fijn... Als zij wat vrienden achter de hand hebben in Spanje. Hè, dat als er wat is, dat ze bij ons terecht kunnen. En andersom vinden wij het ook wel heel gezellig om zulke lieve vrienden, kinderen, vlak bij ons te hebben. En uiteraard hebben wij zelf ook kinderen. Leo heeft een zoon en een dochter. En twee hele lieve, mooie kleindochters. En ik heb twee dochters. En een zoon en twee hele lieve kleine kleinzoons. Wij gaan heel snel naar ze toe. En dan hopen wij dat we heerlijk kunnen knuffelen en bijkletsen. Na een jaar niet echt gezien te hebben. Wel via Zoomen natuurlijk. Maar niet echt. En dat is toch eventjes anders. En wij nemen jullie mee naar Nederland onderweg. En laten we weer van alles en nog wat zien. Maar over deze kinderen hoop ik dat jullie daar nu voldoende over weten. En dan neem ik jullie even mee naar de deurtjes en dan draai ik het beeld even op. Ja, het is 34 graden. Zelfs de duiven die komen uit de lucht vallen. De deurtjes als ze dicht zijn. En de deurtjes als ze open zijn. Maar ik heb nog niet stilgezeten, want ik had nog veel meer stickers. Ga ik even laten zien. Leo is nog niet terug van de kapper. Als hij terugkomt, dan gaan we naar Nigel. Denise is naar Engeland. En dan gaan we barbecue en even lekker zwemmen. Kunnen jullie het een beetje zien? Dat is het. We zijn al voorbereidingen aan het treffen voor, om met de camper weg te gaan. We gaan proberen om dat systeem met de slangen en druppeltjes in de plantenbakken te zetten. Kom maar, Luc. Kom. Kom. Dan hebben in ieder geval de plantjes voldoende water, want dat groeit natuurlijk ook al lekker door. En ik moet de vijgenboom nog snoeien.
En natuurlijk is het daar de tijd nog helemaal niet voor. Maar dit groeit echt nog harder dan onkruid. Er moet echt een stuk af, want als wij er niet zijn en je krijgt volle vruchten, krijg je ook wespen die de rijpe vruchten opeten. En die wil ik niet in of op de veranda hebben. Hoekjes schoongemaakt. Fietsjes hebben we even daar neergezet. En de mensen achter ons uit van de vakantiewoning, die zijn er ook. Dus nou ja, dat is het. Ga je doen? Ga naar de kapper. Je gaat naar de kapper. Ik blijf thuis, ik pas op Lucky. Ja, en ik wilde even laten zien waar ik mee bezig ben aan de kijkers. Met de vogeltjes en ja. De bloemetjes. Ik heb net mijn stickers binnengekregen. Tot straks. Tot straks, rij voorzichtig. Leuke vogeltjes. En daar zit een musje. Dat wordt hartstikke gezellig. Het is 34 graden. 34. Maar het is best wel, nou, best wel te doen in de schaduw. En Leo heeft heel fijn de airco aan, dus die zal het ook niet te warm krijgen. Dan kan hij lekker waaien. Nou, dit was dan vlog 97. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik had natuurlijk het een en ander aangekondigd. En het is weer ten einde deze vlog. En we hebben alweer genoeg materiaal voor de volgende vlog. Maar we zijn ons wel aan het voorbereiden om naar Nederland te gaan. Op vakantie natuurlijk. Het is hier erg warm. Het was vandaag 35,8 zag ik. Ja, en dan is het nog vroeg. Het is pas om kwart over elf 's morgens is het nu. Dus dat wordt, vanmiddag wordt dat nog iets heter. Ja. Ja, en rondom in Los Lobos, daar stroomt het vol met allemaal vakantiegangers die een vakantiehuis hebben. Dus wij gaan lekker weg straks volgende week. Bedankt voor het kijken.